Hey mensen, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated Hubblebubblebub. En we gaan weer lekker verder, zoals eigenlijk al wel een beetje de hele tijd de bedoeling is. We gaan even zien, een bal wordt nog even makkelijker. Lopen we net even iets sneller. Ik zat erover na te denken, hè. We hebben die missie nu gehaald, hè. Of zeg maar, we hebben nu een nieuwe attack gekregen. En volgens mij stond hier de vorige keer, of tenminste de vorige keer, dat we deze moeten hebben om... Dat we die aanval moeten hebben om dit te halen. Dus nu kunnen we die Golden Spatula hier ook halen. En dat leek me eigenlijk best wel een heel goed idee om te doen. Ja, dat leek me eigenlijk best wel een heel goed idee om te gaan doen. Daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Maar moeten we dan naar... Moet hij dan ergens naartoe? Oh, dat was met de verkeerde knop. Dan moeten we maar hier op drukken. En dan komt er een Golden Spatula. Aha. Nou, dan moeten we alleen nog eventjes weer hierheen lopen, want anders dan kunnen we die sprong niet maken. En zo zie je maar weer dat het af en toe wel eens een nut heeft om... ...goed op te letten. En ja, eigenlijk best wel nice. Vind ik best wel leuk inderdaad. En... Nou, dus heel rustig ervoor. En dan hebben we weer een spatel erbij. En dan hebben we er al 43. Dus dan hebben we er nog... ...best wel veel nodig. Maar goed, we hebben in ieder geval die al gehaald. Dan gaan we nu hier weer naartoe. En dan druk ik op... ...options. Ja. Yes, please, we want to go there. Thank you... ...for bringing us here, denk ik. Oh, moet hier ook nog wat doen? Krijg dat niet met zeep los? Dat is wel even een dingetje, natuurlijk. Ik vind dit op zich nog best wel een heel leuk huisje, hoor. Ik vind dit wel een heel leuk huisje. Gezellig, gezellig in ons huisje, hoor. Maar we gaan hier weer weg. Wat doen we er weer naar buiten toe? We moeten hier naar buiten toe. Dat we niet naar buiten willen, want we willen hier eventjes naartoe, omdat we hier de volgende missie weer gaan starten, of het volgende gebiedje gaan doen. In ieder geval, ja, we moeten het volgende gebiedje weer doen. En dat is... die? Of die, wacht. Daar hebben we de 25 van nodig, dan gaan we voor deze. Ja, dat vind ik al het meest logische om te doen. Als dat het meest logisch is om te doen, dan moet je dat doen. Dat klinkt wel weer heel erg logisch. Welcome to waarschijnlijk omdat dat ook het meest logisch was. Bottom, home of strange creatures and souvenir t-shirts. Dat kan ook nog, ja. SpongeBob, I'm actually glad you're here. Believe it or not. I'm glad I'm here too, Mrs. Puff. The robots have stolen priceless artwork from the museum. If you can return it all to me, I'll reward you with a golden spatula. Why do you want all that artwork? Don't ask questions you aren't prepared to handle the answer. Consider the artwork saved, Mrs. Puff. Ja, maar je weet niet wat ze ermee wil gaan doen. Misschien wil ze alles wel jatten van een museum. Dat kan. Aha, zo werkt dat. Dat is niet zo heel moeilijk. Eén van de zes gevonden. Kunnen we hem dan ook gewoon... kapot maken of niet? Haha, nou dat maakt het nog wel makkelijker eigenlijk, hè? Maar dat werkt niet. Dit werkt wel, denk ik. Oké, nou moeten we weer op onderzoek uitgaan, want we moeten al die artwork zien te vinden natuurlijk. Vrij logisch, ik zie er voor mij... Oh, dat is niet eentje.
Die gaan we allemaal toch weer kapot. I feel like a new sponge. I gotta say, Bubble Buddy, for a bubble, you really get around. SpongeBob, the robots are plundering Rock Bottom's museum, but they've broken the roadway leading up there. What if I lick all these stamps and mail myself? Could work, but perhaps being sneaky would be faster. Ja, nou, proberen we dat toch? Niet. Fresh like a spring breeze. Haha, nou dat heb ik ook maar weer mooi gehaald. Sleepy sneak. Just my size. You just met the sponge. I feel like a new sponge. Oh, hier mogen we niet langs. Dat is wel even een dingetje dus. Een klojo's. Wat een fucking klojo zeg, jongen, wat een geïrriteerde situatie is dit. En bijzonder vervelend hè. Aha, en dan moeten we eerst hier weer bovenop zien te komen. En ik weet niet hoe ik hier boven moet komen, dus dat is nog wel even een dingetje dan. Dus dan moeten we eerst deze kant maar eens even rustig oplopen. Want ja, ik weet toch niet hoe we daar bovenop moeten komen, dat je niet weet hoe je daar bovenop moet komen. Ja, dan kan je net zo goed wel proberen, maar dat heeft heel weinig zin. Ha, in één keer, hè? Pak geen lullo. Die kapot maken. En die moet ik kapot maken. Die moet ik natuurlijk ook even kapot maken, want er sluit natuurlijk helemaal nergens op die piepen allemaal wel proberen bij ons. Aha, zie je nog een puntje om naar boven te klimmen. Alleen het probleem is, we moeten eerst even alles zien te vinden wat we moeten vinden. Want als we het niet gevonden hebben, ja, dan kun je het ook moeilijk halen, lijkt me. Oké, weer een puntje verder, denk ik. Ah, hier is nog eentje. Aha, found another one. En ik heb ook een spatel gezien hier. Ergens. Waar moeten we nou deze kant op? Tenminste, ik denk dat we deze kant op moeten. Aha. Dit is het. Nog weer eentje erbij. Het is asociaal hoe goed wij bezig zijn eigenlijk, hè? Ik vind het asociaal. Zo goed zijn wij bezig, dat is niet normaal meer. Nou, heel stil zijn, hè? Dan kunnen we deze man ook zo in één keer inmappen. En dan hebben we weer wat... weg bij zuur. Maar we bijna allemaal levens bijdragen. Had ik ook niet uitgevonden, denk ik. Aha, kijk, weer wat gehaald. We gaan die ook meteen doen. Dan kunnen we weer teruglopen. Wandelen we weer rustig terug naar... van waar wij vandaan komen, want ja, zo hoort het natuurlijk gewoon. Allemaal dingen weer kapot gemaakt. We hebben alweer 6000 van die dingen gevonden. Nog maar 3 te gaan en dan kennen we alweer een spatel kopen van meneer Krabs. Wat is dat toch weer goed? Dat is wel weer goed hoor. Ik vind het wel weer leuk geweest eigenlijk, maar goed, maakt niet zoveel uit. Ik zie daar nog een spatel liggen, die wil ik eigenlijk ook hebben. Maar ja, ik wil natuurlijk alle spatels hebben, dus dat is logisch. Of tenminste, allemaal hoeft niet eens per se hoor, als het spel maar uitgevuld is. Dat vind ik dan het belangrijkste eigenlijk. Aha, nou zie, dan moeten we als een idioot daarheen rollen natuurlijk. Lijkt me. Roll the sponge. Aha, en nou moeten we hier waarschijnlijk als een idioot langs rollen. Nee! Oh my gosh, dat was echt sneu. Als ik nou hierin ga, wat gaat er dan gebeuren? Ben ik nou weer... Au! Au joh, Pipo! Dat is nog niet aardig. Niet zo heel erg vriendelijk inderdaad. We have failed the mission. Tenminste, ja, eigenlijk wel. Maar dit kunnen we. Wij kunnen dit doen. Want wij zijn geweldig. Vind ik. Ik wil eigenlijk eens even weten hoe lang we hier tijd voor hebben, want dat vind ik wel leuk om te weten. Oh, 7 seconden maar. Oh, hier hebben we wel meer tijd voor, gelukkig.
it shines. Zo lijkt het in ieder geval dat we hier meer tijd voor hebben, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. Dat is lastig. Je moet hier maar eens even achterkijken, want ik denk dat dit wel een ideale plek is voor... Ook voor dit ding bijvoorbeeld. Eigenlijk had ik gedacht voor een sok van Patrick, maar dat is hier dus niet aanwezig. Dat is wel jammer, maar soms heel dat. Je kan ook niet altijd alles vinden hier in één keer. Het zou wel heel makkelijk zijn als je alles in één keer kon vinden. Maar die hebben we niet nodig natuurlijk. Ik snap het. Aha. Checkpoint has been found. En nu kunnen we Sweat Character doen en dan zijn we al Sandy. Dat had ik verwacht, omdat we hier toch zo bezig zijn met dat gerol en zo. Of tenminste met dat die tactische Texas dingen en zo zie je hier liggen. Dus. Haha, we did it! Ew, can't believe I'm wearing SpongeBob's underwear! Je hoort eraan, eraan, klootzak! Klootzak, fucking klootzak, you are of... Waar moeten we nou heen dan? Dat is nu wel even een moeilijke vraag, hè? Maar we zijn hier helemaal heen gekomen om nu... daarheen te komen? Ik denk dat we daarheen moeten in ieder geval. En nou is de vraag. Maar kunnen we vanaf hier ook... helemaal daar komen dan? Dat zou helemaal asociaal cool zijn. Dat lukt ook nog. Do I really have to carry Patrick's socks? Nou kunnen we vanaf hier wel weer daar komen, lijkt me. Alleen de vraag is, is dat nou de bedoeling of niet? Maar voor mij moeten we daar zien te komen, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Not as good as Jesse's barbecue sauce. Nou, jij bent er ook weer aan. Dan zijn we in ieder geval hier alweer en dan kunnen we ook zo weer terug hierheen. Dan nou hier op springen, ja? Kunnen we dan helemaal daar komen? Ik denk het eigenlijk niet, hè? Oh, ik zie het al. Ik zie hoe we daar moeten komen. Really? Shut the fuck up. Dan gaan we hier naar beneden. Oh, nee! Oh, shit. Dat was helemaal niet de bedoeling om hier naar beneden te komen. Dus. Jammer weer, hoor, dat het zo moest gaan. Maar ja, soms heb je pech, weet je. En soms gebeuren dat soort dingen. Daar ken ik. Kun je helemaal niks aan doen, weet je. Maar dan... ja, dat heb je gewoon af en toe eens. Hiya, wat dan? Mooi dat dat allemaal zo kan, hè? Ew, can't believe I'm wearing SpongeBob's underwear. Kijk, want vanaf hier kunnen we makkelijk daar komen natuurlijk, met... Vooral met dit. Haha, now we did it. Ik weet alleen niet of we nu verplicht zijn om hier te changen, want als we dat wel zijn, dan zijn we de lul. En anders dan hebben we gewoon, ja, geluk of pech, ik weet het niet. Hey there, Barnacle Boy. Don't know boy. How you should be watching that. Say, warn me if that sponge kid comes back again. Ja, dan moeten we hier maar weer omhoog, want we hebben SpongeBob per se nodig. Staat er. Nou, wanneer je die per se nodig hebt, ja, dan moeten we... Ah, zie, SpongeBob. Nou, we hebben SpongeBob, gelukkig. Als we nu weer niet SpongeBob zijn, dan hebben we een probleem. Nee, we zijn SpongeBob. Boy, are you on patrol down here? No, this is my second job. I work security. Now listen, if you want to reach the golden spatula, you need to shut off the museum's security system. You have to iron those pants or are they wrinkle free? Unlike... Pay attention, kid. This is serious stuff. Now, if we don't get this robot thing resolved, Shady Shoals will shut down and I'll have to move back in with my son and his wife and his four screaming kids. Now, you see that vent on the other side of the museum? Yes, sir. That's where you... I won't let you down, Barnacle Boy. Hmm.
gaan we in ieder geval proberen jou niet down te laten. Hé hey, joh, dat doet zeer. Doe je het er niet. Haha, lolo. Een bijzonder vervelende situatie. Oh, dat werkte niet. Aha, nou dan moeten we dus hier zo heen. En vanuit hier moeten we dan deze kapot maken, denk ik. Ik denk dat dit wel redelijk goed ging. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker, want het is wel allemaal asociaal ingewikkeld natuurlijk. Voor het leek is het allemaal asociaal ingewikkeld. Oh, nou zijn blazen die twee kapot. Vriendelijk hoor. En nou hebben wij u waarschijnlijk helemaal kapot geblazen. Zo pauw. Als een fucking irritante klootzak. Hun zijn ook irritante klootzak. Dus dat scheelt wel een hele hoop dat we ze dan kapot maken. Ah ja, dat doet zich. Dat helemaal evil. Ik ging net weg, zeg maar. Die hadden we ook echt even nodig, inderdaad. Dat nieuwe leventje, want dan gaat het helemaal niet goed gekomen. En dan moeten we hier heel erg stilletjes naartoe lopen. En dan hakken we hem kapot. Komt zo. Sluipen we ook zo snel heen. Hakken we hem kapot. Dat ging eigenlijk best wel goed eigenlijk, hè. Time for a little sleepy sneak. Fresh like a spring breeze. Die andere nou ook kapot? Hopelijk wel. Goed zo. Dat betekent dat we die knop kunnen drukken. Lijkt me. Ah, dat lijkt me toch van niet. Ik weet niet. Hoe moeten we daar nou weer zien komen dan? Ook zie je daar in ieder geval. Oh, oh, dat had ik even niet door. Daar was ik even heel slecht aan het opletten in ieder geval. Dat hadden jullie waarschijnlijk wel door, want dat sloeg ik natuurlijk weer helemaal nergens op wat we daar aan het proberen waren. Oh, dat ging ook weer helemaal fout. Jongen, 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 jongen. We zijn wel weer in topvorm vandaag hoor. Dit is wel heel erg sneu eigenlijk. Maar ja, dat heb je soms. Soms heb je dat, ben je niet helemaal in topvorm. Daar kan ik ook niks aan doen. Kunnen we vanuit hier zo heel rustig deze kant op lopen. En dan kunnen we hierheen, pakken we het leven erbij en dan pakken we die erbij. Dat is ook wel weer heel erg makkelijk eigenlijk. Die ook wel mooi kapot. Lijkt me wel een heel goed idee. Leventje erbij weer. Oh, nog meer. Het gaat ook niet helemaal zoals ik had gewild eigenlijk. Jammer weer hoor, dat vind ik wel weer sneu voor mezelf. Nou, dan klimmen we hier omhoog zo en dan pakken we die. Haha, we hebben een spatel erbij. 45 spatel, dat betekent nog best wel weinig eigenlijk. Wel like maar... Ik hoef niet eens zo denderend veel spatels meer als je dit zo ziet. Eigenlijk lijkt het alsof we niet zo heel denderend veel spaaltjes meer hoeven in ieder geval. Vind ik, hè? Ik vind dat het zo lijkt. U bent eraan. Hier nu rustig naar dat leventje toe lopen. Ik bedoel, we kunnen wel weer een nieuwe onderbroek gebruiken. Oh, we hebben niet meer nieuwe onderbroeken nodig. Laat maar. Ik heb niks gezegd. Nou kan ik wel weer eentje gebruiken. Soms heeft pech, weet je. Dan spawnen ze precies op de verkeerde plek ofzo. Of niet echt op de verkeerde plek. Maar voor ons is het dan op dat moment een verkeerde plek. Laat ik het aanhouden. Want dat is niet echt een verkeerde plek. Maar oké, wel. Wauw, oké, dat is ook wel geniaal. Dat ze daar zo
in dat ding zitten. In een museum. No, I failed. Big time. Dat was echt sneu eigenlijk. Gewoon bijna sneu inderdaad. Dat was gewoon sneu. Ja, dat was niet eens bijna sneu. Dat was gewoon sneu. Punt. Punt, 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 punt. Dat is gewoon hartstikke slecht. En sneu. Vooral sneu, maar ook niet leuk eigenlijk. Dat was eigenlijk gewoon niet leuk, nee. Dat is gewoon een bijzonder nare situatie. Checkpoint. Yeah, I knew it was a checkpoint, but I don't care about checkpoints. Want we moeten dit hele godschande kleren soort weer helemaal overnieuw doen. Dat vind ik niet leuk. Ah, we kunnen hier er weer in gaan straks. Dus als we nog een keer falen, lijkt me. Dat denk ik. Ik weet niet of we daar... Ik zie daar nog een sok liggen. Dat is ook wat. Nou, als we dus nog een keer vallen, dan pakken we die sok. Anders niet. Ik heb niet echt zo heel veel zin om nog een keer dat hele pokken te klimmen. Nee, eigenlijk heb ik daar dus nou net weer niet echt denderend veel behoefte aan. Maar ja, weet je, hangt er maar net vanaf hoe... Twee, één. Wat een bijzonder vervelende situatie is dit. Haha, allemaal spulletjes voor mij. Maar dat vind ik dan wel leuk, allemaal spulletjes voor mij. Kijk, dat maakt het leven gewoon weer een stuk makkelijker. Die had ik net ook kapot moeten maken, denk ik. You have a limited time, but I don't care. Nee, maar dat ging goed. Dat ging er maar net goed, zelfs. Maar dat maakt niet uit, want als het goed gaat, dan gaat het goed. 4 van de 6 hebben we gevonden. Ik zou niet weten hoe ik daar moet komen. Kijk, SpongeBob! Ach, wat leuk eigenlijk. Daar vind ik dan wel weer humor. Dan gaan we weer naar boven, denk ik. Ik denk dat we wel weer naar boven moeten gaan, want anders zou ik niet weten waar we dan wel naartoe moeten gaan. Dat was ik echt eventjes... Dat ging te snel. Yep, dat ging veel te snel. Dat vond ik niet leuk. Nee, dat was niet leuk. Ta-ting! Ah, oké, dat ging mooi. Hey Gary, you're on an awful long walk, aren't you? Wow. The Trench of Advanced Darkness, huh? Sounds interesting, ja, inderdaad, vind ik wel. Moeten we nou weer als die anderen gaan spelen of niet? Ik weet het niet. Daar lijkt het wel op, want ik denk niet dat ik die sprong kan maken als SpongeBob. Dus ik denk dat we dat moeten doen. Oh, misschien kan het ook wel. Maar die sok wil ik wel even hebben. Oh, 14 sok. Dan denk ik wel dat ik als SpongeBob moet spelen, want... Ik denk dat we toch wel als SpongeBob moeten spelen, want ik denk niet dat we dat anders kunnen halen. En dat klinkt wel heel sneu, maar dat is wel een kare waarheid. En dat is niet omdat Sandy zo min heeft, maar dat komt gewoon puur om het feit dat... Het lijkt het gewoon helemaal af, ja, dat dit niet echt de opdracht voor Sandy is. Want we moeten dit doen en hij dit moet doen, ja, dan wordt het heel lastig. Up for a game of SpongeBob. Wat verdorie, net niet. Of wel? Of wel? We hebben het in ieder geval weer gehaald, dat scheelt dan wel weer een hele hoop gauw, zeker. Ik ben er nog steeds niet helemaal achter hoe ik deze nou makkelijk kan verslaan. Eigenlijk vind ik dat wel heel erg sneu voor mezelf.
wordt ook echt veel meer geld zien te fixen, want dit is ook gewoon irritant aan het worden. Wat hebben we nou gekregen dan? Nog niks. Of wel? Boy, Patrick will be glad to have this back. Nou, dat is ook sneu. Daar hebben we een godsvermogen aan betaald, hè? Nou moeten we wel Sandy spelen, want nou hebben we die dingen nodig. En als je die dingen nodig hebt, dan heb je Sandy er ook nog. Als je die dingen niet hebt, dan kun je ook moeilijk verder komen natuurlijk. Tenminste. You best not be stirring up no trouble. Dat lijkt me dan, weet je. Dat lijkt me dan dat je dat gewoon echt perfect nodig hebt. I only want to help. Help crush you all under my rise to power. What was that? Nothing. Say, see those lasers there? You mean them things that look like fancy washing machines? To your puny brain, I suppose. You'll need to turn on each one of those in order to cross the last part of the Trench of Advanced Darkness. This better not be some kind of trick, varmint. Nou, dat hoop ik niet, nee. Kijk, hoe kunnen we hier nou het beste langs komen? Ik zit eventjes te koekeloeren hoor. Die hebben we alweer gehaald. En nou komen we hier dus ook nog. Ah, nou zo komen we hier dus. Nou, nummer 1 is naar binnen gewerkt. Dat zal weer een goed begin, denk ik. Thanks for messing with Texas. En dan moeten we nou deze kant maar op, denk ik. Ik zit ook gewoon maar wat te proberen, weet je. Eigenlijk slaat het helemaal nergens op, maar we zijn gewoon de hele tijd maar wat aan het proberen. En de ene keer werkt het en de andere keer gaat het gewoon finaal fout. Hè? Dat heet je dan af en toe als je wat aan het proberen bent. Die ook maar weer in de pan, denk ik. Tenminste, ik denk dat dat dan de bedoeling is. Dan weet je natuurlijk ook niet zeker, omdat je niet weet wat we nu aan het proberen zijn. Alleen wat ik wel zeker weet is dat ik die even mee wil nemen, want dan hebben we er nog maar één van nodig straks. En nou moeten we deze kant doen. Die lukt ook wel, maar is ook niet zo heel erg spannend eigenlijk, hè. Dit is echt wel makkelijk hoor. Sandy is ook wel easy om te spelen tijdens combat. Maakt het leven ook wel lekker makkelijk hoor. Nou, die ook weer gehaald. Dus nou dan alle drie? Dat dacht ik wel hoor. Voor mij dan lijkt het in ieder geval wel op dat we ze alle drie hebben. Aha. Nou, dat hebben we ook maar weer gedaan dan. Zijn we dan goed bezig, hè? Alleen nou is de vraag, hoe komen we daar dan? Dan moeten we dan ook weer helemaal zien te komen. Dat is wel weer jammer eigenlijk, hè? Nou, moeten we dus denk ik zo. En dan willen we dus eigenlijk... Die kant op? Ik weet het echt even niet hoor. Die kant hoeven we niet op, die kant hoeven we niet op. Dan moeten we dan deze kant weer terug. Ik zou bijna zeggen van wel, hè? Aha, we moeten deze paten nog wel even ophalen. Wel belangrijk inderdaad. Anders heeft het ook heel weinig zin. Dan zitten we weer allemaal opdrachten te doen voor plankton en dan krijgen we niet eens wat we nodig hebben. Namelijk keiharde flappen. Oh nee, we hebben niet flappen nodig, we hebben... Ah, oké. Nu kunnen we dus zo dan daarheen en dan zouden we daar moeten kunnen komen. Als ik het spel goed begrijp. Maar dan wil ik eerst daar bovenop zien te komen, denk ik. En hoe de fuck komen we daar dan weer bovenop? Dat komen we denk ik door hierheen te lopen. Daar lijkt het dan wel wat op.
Aha, nou, dat ben je ook maar weer gedaan. Hebben hier ook alle 6 wel gevonden, wat zijn we dan weer goed bezig, hè? Voor mij kwamen we van deze kant, dus dat zal hem ook niet worden. Oké, dat is beter. Dat is lastiger dan ik had gedacht. Nee, want hier kwamen we ook weg. Voor mij kwamen we hier, uit, hoor, of niet? Als het goed is, kwamen we hier inderdaad uit. Kunnen we dit ook even checken? Zie, daar kwamen we dus uit. Nou, wauw, dat is echt een faal. Maar dat maakt niet uit, weet je, kijk, het is niet erg om te falen als je het dan maar weer goed weet te maken bij de volgende poging. Lijkt me. We moeten daar bovenop zien te komen, dat is het dingetje natuurlijk, het valt niet mee. Om daar helemaal bovenop zien te komen, want dat moeten we natuurlijk even zien uit te vinden, hoe komen we daar bovenop. Verdorie, dat is nog sneu, want dit was helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Dit was gewoon helemaal niet de bedoeling. Dit was zo erg niet de bedoeling dat het eigenlijk niet eens had mogen voorkomen. Nou, dan is het totaal niet de bedoeling. Moeten we nou weer als SpongeBob spelen dan? Ik weet het echt niet. Ik vind het een beetje een vage situatie om heel eerlijk te zijn. Ja! Moeten we nou ook gewoon dit hele ding weer opnieuw doen dan of niet? Nee, dat hoeft gelukkig niet, denk ik. Lijkt erop dat we dat niet helemaal opnieuw hoeven te doen. Nou, dat scheelt alweer een hele hoop. Dat scheelt eigenlijk bijna de helft, hè. Dat scheelt eigenlijk gewoon weer de helft. Kom op, naar boven toe. Chop, chop. We don't have all day. Ik zit even te kijken, hoe zouden we daar dan moeten kunnen komen? Ik zou eigenlijk echt niet weten hoe we daar moeten kunnen komen, maar... Hij staat daar wel denderend verleidelijk in ieder geval, dat is één ding wat zeker is. Zo van, I want it and I will get it, maar ik weet nog niet hoe. Ja. Varmint, the shinier the better. Dat is in ieder geval gelukt. Maar dat gaat ook niet, dat gaat hem ook niet worden, dat kun je nooit halen die sprong hoor. En nog wel even een dingetje doen eigenlijk, ja. Zie, want je zakt nu al zo ver dat je er niet meer bij kan komen. Dus dat is gewoon niet de juiste manier. Ik zou zeggen dat er dan nog ergens een manier zou moeten zijn, maar die manier hebben we er niet gevonden. Dit ga je gewoon niet redden. Dan gaan we gewoon dus echt totaal niet redden. Wat ik dan ga doen is de aflevering afsluiten. En dan gaan we proberen de volgende keer weer verder te komen. Dat lijkt me in ieder geval wel een goed idee. Voor nu dus, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik zeg, laters!